Vanaf 1 januari 2019 is de lage BTW in Nederland met 3 procentpunt omhoog gegaan en is nu 9%. In Duitsland is de BTW nog altijd 7%. Maar hoeveel scheelt dit daadwerkelijk? Ik kom net van de Lidl in Nederland. Ik heb deze 4 producten gekocht en ik heb van alle 4 de goedkoopste en ben 4,32 euro kwijt. Ik ga nu naar Duitsland toe om te kijken hoeveel ik daar kwijt ben. Ik ben net bij de Lidl in Duitsland geweest en heb 4 dezelfde producten gekocht, van allemaal de goedkoopste. En ik moest 3,96 euro afrekenen. In Nederland kost 190 gram kaas 1,69 euro. In Duitsland kost vergelijkbare kaas 83 cent. Ham kost in Nederland voor 150 gram 99 cent. En in Duitsland voor 150 gram 1,79 euro. Het brood in Nederland is 85 cent voor het goedkoopste witte brood. En het goedkoopste witte brood in Duitsland kost 69 cent. 79 cent is het bedrag van de goedkoopste melk in Nederland. En in Duitsland kost deze 62 cent.